Nee, nee, dit wordt een probleem. Hij is sneller en het is een Gigantamax Gengar. Ah, dat is zo vet. Yo, Nintendo fans, leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Of moet ik eigenlijk gewoon zeggen Pokémon kanaal, want we doen echt bijna alleen maar Pokémon op dit moment. Wil jij ook meer Pokémon video's zien? Druk even op die rode abonneerknop hier beneden. En dan ga ik snel verder met deze Pokémon Fire Type Only Challenge. En dat houdt natuurlijk in dat we alleen maar vuurtypes mogen gebruiken in deze playthrough in Pokémon Shield. En we zijn ondertussen al aangekomen bij de vierde gym. De tweede gym was moeilijk, die andere twee gyms waren eigenlijk vrij makkelijk. Dat ging echt super soepel. En nu zijn we aangekomen bij deze Ghost Gym. De gym van Alistair. En vooral Dark-type moves zijn natuurlijk effectief tegen Ghost-types. Ghost tegen Ghost kan natuurlijk ook. Maar Wilbo kent Crunch. En ik ga vooral op Wilbo vertrouwen in deze gym. We krijgen hier een speciale Pokéball. Het is de Heavy Ball waarmee je gemakkelijk zwaardere Pokémon vangt. En ik wil even mijn vuur-outfit aandoen als ik straks in de gym loop. Hoe doe ik dat? Oh, wacht even. Ik heb even op internet gekeken. En ik kan die dus alleen in een kledingwinkel aandoen. Maar dan draag ik die outfit ook buiten. Ja, dat wil ik niet. Want ik vind deze outfit super tof. Ik wil deze outfit buiten aan. Nou, dan gaan we maar gewoon in mijn normale saaie witte outfitje deze gym challenge doen. Dat is toch jammer, hè? Dat vind ik dan toch een beetje raar, eigenlijk. Ik ben echt super benieuwd of we ready zijn voor deze gym. De Ghost Type Gym. Deze is exclusief in Pokémon Shield. In Pokémon Sword krijg je een andere gym. Dan krijg je een Fighting Gym. En dan hebben die dingen, die klauwen die je daar ziet, die hebben ook een bokshandschoen in plaats van die klauwen. Dat past natuurlijk beter bij Fighting. Ja, dit is super lachen. Dit is echt een van de leukste gym missies. Je moet gewoon de weg naar beneden zien te vinden. Het is een soort van halve flippenkast-achtig ding. En dit is super leuk. En mijn vraag aan jullie van deze dag is eigenlijk ook, wie is de tofste gymleader? Wie vinden jullie nou eigenlijk de allertofste gymleader? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik vond Nessa altijd best wel tof. Maar ja, Nessa die heeft mij wel echt een aantal keer gesloopt in deze challenge. voor de rest, ja, Bee. Ik vind Bee eigenlijk tof. Ik heb eigenlijk wel een zwak voor gymleaders die mij slopen, volgens mij. In ieder geval moeten we nu gaan battlen tegen deze guy. En waarschijnlijk heeft hij allemaal Pokémonnen. De gym trainer Clive, die heeft inderdaad een Pumpkaboo. Let's go Wilbo! Laten we eens even kijken hoeveel damage Crunch doet. Maar eerst doet Pumpkaboo een Shadow Sneak. Hallo, waarom ben jij sneller? Dat vind ik niet chill. Is Wilbo nou gewoon niet zo snel? Maar het doet wel aardig wat damage. Twee keer raken en dan is het gebeurd. Oh, en nu zijn we wel sneller. Waarschijnlijk is Shadow Sneak gewoon een aanval die als eerste gaat altijd. En zo is Pumpkaboo diggy down. Ik denk niet dat het heel veel XP oplevert. Nee, valt wel mee. Hij heeft ook nog een Phantumpje. Daar is die Phantum. Superleuke Pokémon. Maakt ook zo'n leuk geluidje. Ik vind Phantum echt heel cool. We crunchen Phantum ook en die slopen we wel in één keer. Lekker. Nou, daar krijgen we denk ik dan nog minder XP voor. Ja, nog iets minder. Thomas gaat wel naar level 33 ondertussen. En nog een Pumpkabootje. Je hebt gewoon 3 Pokémon. Ik zat niet op te letten, maar ik heb gewoon 3 Pokémon. Nou, wij gaan lekker door met Crunch dan. Moet wel even opletten dat niet al mijn Crunch op is gewoon strakjes voordat we bij de final battle zijn. Nou, dat zou een beetje lastig worden. Ondertussen is Pumpkaboo lekker wat zaadjes aan het schieten op mijn bakkers. Ik kan 15 keer Crunch gebruiken. Ik heb hem nu al 5 keer gebruikt. Dus ik moet wel een klein beetje oppassen dat ik deze move niet te vaak ga gebruiken. Pumpkaboo is in ieder geval down. En dan gaat Wilbo naar 33. Ik ben wel trouwens zo vergeten om potions mee te nemen. Dus ik hoop niet dat ik te veel potions nodig heb in deze gym. En dan zijn we battle nummer 2. Tegen Lin. Die heeft een Corsola. Oftewel, dat is de Galarian versie van Corsola. Ja, ik denk toch echt dat we die even moeten crunchen. Want anders dan hebben we toch een probleem. Ik moet toch deze move gewoon blijven gebruiken. Die moet ik dan straks 3 keer gaan gebruiken bijna. Die Corsola die ziet er wel een klein beetje depressief uit hoor eigenlijk. Hij doet Hex. Dat doet pijn. Dat is niet eerlijk. Mijn tegenstanders gebruiken Hex. Dat is niet eerlijk. Waarom moet je cheaten? Oké, Corsola is down. Nice. En daarmee gedon naar level 36. Oh, en dat was het einde van Lin. Helemaal top. Ook wel echt weer een vette Pokémon hoor, die Corsola. Oké, nog 1 battle te gaan. En dan mogen we tegen Alistair. Hey, ik ben benieuwd of we Alistair even makkelijk kunnen gaan verslaan, jongens. Oeh, een Hunter. Ik blijf toch maar Crunch gebruiken dan. Oh nee, hij doet Mean Look. Dat betekent dat we niet meer kunnen ontsnappen. Kom op, Growlithe. Kom op, Wilbo. Heerlijk. Oké, is Hunter zo slecht? Ik dacht dat Hunter echt veel beter was. De volgende is Drifblim. Ja, dat is wel een flinke Pokémon. Ja, Shadow Ball, mijn bak.
bakkes. Ik denk dat dit wel pijn gaat doen, hoor. Pas op, Wilbo. Dat bedoel ik. Dat doet echt wel pijn. Ik denk dat Wilbo nu een klein probleempje heeft, toch wel. Laat ik toch maar even switchen nu, jongens. Even switchen naar Ronald, die even dit moet saven. En dan hoop ik dat een flame charge genoeg is om deze Drifblim te slopen. Nee, hoor. Nee. Het is niet genoeg. Drifblim is toch wel een kleine baas. Ik vind dat trouwens wel echt een lelijke Pokémon. Ik vind dit geen mooi Pokémon design. Ik zou Drifblim niet zo heel snel in mijn teampie doen, denk ik, hoor. Let's go. Flame charge op Drifblim. En dan is het klaar. Level 33. Jongens, deed wel even een partijtje moeilijk. Bardo gaat naar level 33. Oh, en dan hebben we Roy verslagen. Lekker. Ja, en dan ben ik benieuwd, jongens, of wij onze volgende badge gaan halen. De vierde badge. De badge bij Alistair tegen zijn Ghost-type Pokémon. Ik ben benieuwd met welke Pokémon die uiteindelijk aan gaat komen. Ik verwacht dat het wel iets moeilijker nog gaat worden dan wat we tot nu toe hebben gedaan in deze gym. Maar dit is dus badge nummer 4. Let's go. De horrorfans die zitten al op de tribune te wachten tot hij met zijn spookjes aankomt. Dit is wel een vage guy, hoor. Hij zegt ook gewoon volgens mij helemaal niks. Ik zou niet weten of hij oud is. Hij zegt gewoon alleen... Alistair. Ik weet het niet met deze gast. Volgens mij verbergt hij een hoop. Hij verbergt sowieso zijn hoofd. Dus hij heeft vast nog wel meer om te verbergen. Hij staat er ook een beetje raar bij. Hij begint met Yamask. En dat is de Galarian Form Yamask. Ik vind die cool. Ik vind zijn evolutie ook heel cool. En natuurlijk kunnen we ook weer Dynamaxen. Nou, Wilbo, laat maar even zien wat je in huis hebt. Kijken of we deze kunnen one-shotten. Nee, dat gaat sowieso niet lukken. En Yamask, die leert ook Flash Fire. Ja, we hebben de abilities geswapt. Dat is niet zo nice. Brutal Swing krijg ik nu op mijn bakkes. En nu wisselen we inderdaad weer van ability. Oké, we kunnen gewoon nog een crunchy doen. En dan is het er wel klaar inderdaad voor Yamask. Maar ik heb toch de Wandering Spirit ability. Ik weet niet of ik daar nog blij mee moet zijn, jongens. Ronald gaat naar level 39. En nu krijgen we te maken met Cursola. Ja, Bardo en Dionne die zijn iets minder handig voor deze battle. Thomas is denk ik nog best wel zwak. Ik denk niet dat hij het gaat redden tegen een Ghost-type Pokémon. Dus ik moet het denk vooral hebben van Don, Ronald en van Wilbo. Ik ga nu eventjes switchen naar Don. Zodat ik straks Wilbo nog heb om te Gigantamaxen. Nou ja, niet te Gigantamaxen, maar te Dynamaxen. En dan hopelijk gaan we dat redden. Met de Dark-type move van Wilbo. Ondertussen moet ik battelen tegen Cursola. Ik vind het echt een gave Pokémon design. Ik vind het echt nice. Ik vind het tof dat hij wat aandacht heeft gekregen in deze nieuwe generatie. En Cursola doet nu Curse. Dat is altijd een beetje verrassend wat er dan uitkomt. We krijgen inderdaad een Curse op ons. Don heeft een Curse gekregen. En nou krijg ik een Ancient Power op mijn bakkes. Oké, dat is vrij verrassend. Maar goed, Cursola is in ieder geval down. Daar gaat hij. Dat is de tweede Pokémon van Alistair. Dionne gaat een leveltje omhoog naar level 33. Volgens mij gaat Dionne straks evolueren. Dus dat wordt echt epic. Oh nee. Don, nee. Oh, Don is echt bijna down door de curse. Ja, nu moeten we tegen Mimikyu. En Mimikyu is een Pokémon die je altijd twee keer moet raken. Omdat Mimikyu een soort van disguise over zich heen heeft. Dat is een vermomming. Die sla je eerst eraf. En daarna pas kan je het Mimikyu echt gaan raken. Dus ik vind Mimikyu zelf een hele fijne Pokémon om te hebben in mijn team. Ik heb die ook gebruikt in de Sun and Moon playthrough. Vond het heel nice. En ondertussen heb ik in mijn eigen playthrough in Sword and Shield deze Pokémon, een Mimikyu, shiny. En dat vind ik echt super dope. Kijk, zijn disguise is nu naar beneden, dus nu kunnen we hem gaan raken. Mimikyu doet Slash. En dan ga ik hopen dat ik hem met Pyro Ball in één keer ga slopen. Op een of andere manier heeft hij trouwens toch wat damage gepakt, Mimikyu. Ik weet niet precies hoe dat kan. Ik weet niet waar dat is gebeurd. Ik heb denk ik niet opgelet. Pyro Ball overleeft hij ook gewoon, joh. Wauw, oké. Oké, Alistair. Je hebt jouw Mimikyu goed getraind. Maar oké, we zijn nu sneller. En met Flame Charge slopen we Mimikyu. En dat betekent dat we nu moeten gaan battelen tegen de laatste Pokémon. De laatste Pokémon van Alistair. En welke Pokémon is dat dan? Terwijl Wilbo en Thomas allebei naar level 34 gaan. De laatste Pokémon is een freaking Gengar. Wilbo, kan je dit aan, Growlithe? Gaat je dit lukken? Daar is die. Hij heeft al wat pijntjes. My very last Pokémon. How lonely, how frightening. Alistair is wel bang. Die zegt dat deze Pokémon zeer eenzaam is. Ik ben benieuwd. Ik heb zo'n vermoeden dat Gengar sneller is. En dan hebben we onze Dynamax Bird. Ja, Gengar is sneller. Nee. Dit wordt een probleem. Hij is sneller. En het is een Gigantamax Gengar. Dat is zo vet. Ik vind deze echt zo grappig. Lijkt wel een soort van kermisattractie waar je in kan of zo. Nou, het is te hopen dat we in ieder geval de eerste klap overleven. Ik denk dat we de tweede klap sowieso niet gaan overleven. Ik ga dit maar proberen. Kom op, Growlithe. Come on, Wilbo. Sorry dat je nog geen Arcanine bent. Ik heb 98 HP. Ik ben benieuwd welke move hij gaat doen. G-Max Terror gewoon, jongens.
Oké. Daar ging Wilbo. Daar ging mijn Dynamax Bird. De volgende is Ronald. Ik hoop dat ik die niet ga verliezen. Ik ga Pyro Ball doen. Kijk, ik ben in ieder geval sneller. Oh, die Pyro Ball sloopt hem bijna in één keer. Hij doet Max Darkness. Ja, dit overleven we. Dit overleven Ronald. Ronald komt weer de dag redden, jongens. Zijn mattie Wilbo heeft een probleem. En Ronald fixt het. Tenzij we deze aanval missen. Dan weet ik nog niet wat er gaat gebeuren. Maar nee, dit gaat helemaal goed komen. Flame Charge, Gigantamax, Gengar is gesloopt. Alistair is down. En wij hebben onze vierde badge. Terwijl Dom ook nog een leveltje omhoog gaat. Die is ook lekker bezig. Zijn defense is inmiddels boven de 100. Hij wil Stealth Rock leren. Dat wil ik wel leren. Dat vind ik nice. En dan ga ik denk ik Smackdown maar weghalen. Een moeilijke keus. Welke aanval ik weg moest halen. Maar laten we Smackdown weghalen. Yo, lekker. Curse in the race. Sorry, Alistair. Hij verloor bijna zijn masker van de schok. Ja, ik had je gezicht wel willen zien, Alistair. Daar ben ik eigenlijk best wel benieuwd naar. Voordat we de badge pakken, gaat inderdaad ons Dionne, onze Salandit, onze boer-Pokémon, gaat gewoon even evolueren. En deze Pokémon is epic. Kijk dan. Epic on the D. I love it. Salazzle. Nice. Die we ook nog even een aanval leren. Firelash. Wat is dat? Klinkt goed in ieder geval. Firelash. 80 damage, maar wel een normale attack. Terwijl, ja, mijn special attack is veel beter. Maar goed, ik kan Nasty Plot wel even weghalen. Die heb ik nu toch niet nodig. En dan kan ik die move even gaan testen. Daar is ze hoor, onder die. Zag er goed uit, chick. En ja hoor, we krijgen de Ghost Badge. Gaan we handen schudden? Ja, we gaan wel handen schudden. Ja, ik dacht dat deze guy een beetje awkward zou zijn. Dat hij misschien mijn handen niet wou schudden. Maar hij wil toch mijn handen schudden. En we hebben onze vierde badge binnen, jongens. Hoppa! De Ghost Type Gym, ook even gefixt. Krijgen nog een TM'tje erbij. De TM Hex. Daar ga ik waarschijnlijk niet zo heel veel mee doen. En de Ghost Uniform, ja, die ik dus niet aan wil. Yo, en daar is Yamper weer. En ja, waar Yamper is, daar is Sonja ook. En ja, we hoorden de knal. We weten allemaal wat er gebeurt. BD, die is de religieuze muur aan het slopen. Mafkees. Ja, even een samenvatting wat hiervan gaat gebeuren. BD, die heeft de Pokémon van Chairman Rose meegenomen. En die laat die Pokémon dus deze mooie muur slopen. Chairman Rose komt eraan. En die vindt het niet chill. En die wil niet meer samenwerken met BD. BD wordt verdrietig en die gaat weg. En ja, allemaal heel erg zielig, maar niet heus. Nou, dat is dus waar hij nu mee bezig is. Maar eerst wil deze guy ook weer even met mij battelen. Ja, BD. Die wil het gewoon nog een keertje gaan proberen. Ondertussen heeft hij een Diogen. Dat lijkt me niet zo'n heel groot probleem voor onze Wilbo. Wilbo, ondanks dat je net van Gengar hebt verloren, ben ik alsnog super trots op je. Ooit word je een Arcanine. En dan word je een nog grotere baas. Maar eerst moet je nog even nieuwe moves leren. Oké dan, Duosion. Doe eens eventjes normaal alstublieft. Ik wist niet dat Duosion opeens goed was geworden. Kom op Wilbo, pak hem! Ja, lekker bezig. De volgende, Gotorita. Die ga ik eens even aanpakken met Bardo. Oké, kom op Bardo, bite hem! Lekker. Gotorita is flinched. Dat is altijd lekker als die Pokémon geflinched raakt. Hè? Dat scheelt weer damage. Hoppakee. Ja, ik wil gewoon nooit van BD verliezen. Want ik vind BD echt een papichulo. Dat vind ik echt een weird ass guy. Ik snap hem niet. Ik vind hem raar. Ik vind hem arrogant. Nee, gewoon nee. Oh, ik maak een foutje. Volgens mij is Ponyta ook psychic. En ik denk dat ik nu een probleem heb. Nee, oké, laat maar. Dit gaat goed. Ik kan juist wel bug moves gebruiken tegen Ponyta. Finish het maar gewoon. Met een bug bite. Terwijl ik eerst nog een Psybeam op mijn pakkers krijg. Maar Bardo is een baas. Baas Bardo. Hoppakeetje. Daar gaat ook Ponyta. Heb je nog meer Pokémon? Heb je nog meer gratis XP voor mij? Ik vind het prima hoor, BD. Ja, oké, een Heatrum nog. Helemaal goed. Helemaal blij mee. Kom maar, Heatrum. Ik doe wel even een bite of zo, hè. Weet je, ja, easy. Ja, en BD is er nog steeds van overtuigd dat hij wel kan winnen. Met al die Psybeams van hem. Maar ja, ik denk dat het er nu meer gaat worden hoor, BD. Ik weet het niet hoor. Maar ik denk dat je nu op dit moment toch echt van mij verloren hebt. Dit was je laatste. Dionne gaat nog een leveltje omhoog. Level 34. Dit is een mooi teampie zo, jongens. Bardo, Don, Ronald, Thomas, Dionne en Wilbo. Als ik mijn eigen Legends of Gaming team mocht hebben, dan zou ik gewoon deze mensen in mijn team willen hebben. Wij maken iedereen kapot. Maar ja, ik heb niet mijn eigen Legends of Gaming team. Maar ik heb wel BD verslagen. Ja, en nu gaat het helemaal verkeerd. Chairman Rose is teleurgesteld. Die zegt, wat ben je nou aan het doen? Oleana ook. Iedereen boos, iedereen verdrietig. BD gaat er vandoor. Ja, het was zo'n mooi muurtje, hè? Ja. Totdat hij inderdaad helemaal kapot ging, ja. Dat is toch jammer. Maar er staat ook een mooi standbeeld achter. En dan gaan wij naar de mooiste plek in een Pokémon game ooit. Ja, dat is toch wel dit bos. Glimwood Tangle. Ik vind het echt elke keer weer fantastisch als ik hier naar binnen loop. En de volgende keer gaan we richting de gym van Opal. Doe even een blauw duimpje omhoog als je deze serie tof vindt. Abonneer ook zeker even op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!